Goedemorgen. We zijn net ingecheckt. En we gaan nu eerst wat ontbijten en dan gaan we naar de gate. Holiday! We zijn in Marokko! Hey! We hebben een grappige vlucht gehad. Heel erg grappig. Maar we zijn er, het heeft niet zo lang geduurd. En nu zijn we op de luchthaven. Mag je? Let the holiday begin! Goedemiddag alweer. We zijn ingecheckt. En nu gaan we even een rondje in het hotel lopen. We gaan in het hotel. We gaan even ontdekken wat het hotel aan ons te bieden heeft. En dan gaan we lekker zwemmen en eten. En van onze vakantie genieten. Lekker zwembadje hoor. Ze hebben dus echt super veel glijbanen. Dus dat wordt dolle pret. Toch, Zak? Sowieso. Zo, we zitten nu in de bus naar Marrakesh, de stad, en dan gaan we daar even waarschijnlijk een scooter huren en dan gaan we daar de stad even ontdekken. Hey, let's go! Jam Afna, dat is het grote beroemde plein van Marrakesh. Hier kan je een soort goed vuren
Arme beestjes in de zon. Maar ja, ze zijn het gewend natuurlijk. Want het is hier behoorlijk warm. Hartstikke lekker. Het is heel smal en iedereen wil altijd van je wat van je. Maar ik wou doen een tas. En een beetje rondgevraagd, dan vragen ze 14 euro. Maar omdat ik natuurlijk lekker blank ben, vragen ze natuurlijk altijd meer. Dus ik moet altijd aanwijzen wat voor tas ik het leukst vind. En dan gaat mijn man gaat dan zelf. En ze vroegen om deze tas 14 euro. Maar we hebben er 8. Hey, lekker hoor. We zijn nu in Ben Youssef. Ben Youssef is een oude Koranschool waar je dus als niet-gelovige, niet als moslim zijnde erin mag. En dat is vrij uniek hier in Marrakesh. En het is juist heel mooi hier om te kijken hoe leerlingen hier studeerden. En ook de architectuur is hier heel mooi. Na het night. Het is hier heel druk. Al de kraampjes met eten. En dit zijn de slakjes die je ook kan eten. En de beruchte fruitkraampjes. Goedemorgen allemaal. Het is weer een nieuwe dag. En we zijn weer naar het shuttlebusje naar de stad gereden. En Zak gaat nu proberen om een scootertje te fixen. En dan gaan we op de scooter naar alle plekken die we willen zien vandaag. En dan om 6 uur worden we weer opgehaald door het busje. Maar meestal moet je een scooter huren voor een dag. Echt een volle dag, 24 uur. Maar we gaan nu even proberen of we hem voor een half dagje kunnen fixen. Is meestal, kijk, hij gaat altijd alleen, zodat ik niet erbij ben. Want dan moeten we altijd meer betalen.
Maar hij gaat het proberen om het voor 10, 15 euro te fixen. Ja, dus ik wacht daar even op. Ik heb gisteren henna gezet. Ik weet niet of je het kan zien. Hey. Als je naar Marrakesh gaat en je wilt henna zetten, doe het niet op het plein. Want op het plein heb je gewoon niet hele aardige dames. En die vragen gewoon veel te veel geld. En die doet het helemaal niet mooi. En ook met slechte henna. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik heb wel eens gezien dat mensen echt blaasjes kregen op hun handen door de henna. Dus ik ben naar Henna Café gegaan. Staat ook op TripAdvisor. Betaal je iets meer, dat wel. Ik heb er 15 euro ongeveer voor betaald. Maar dan heb je wel oké henna. Ik heb op Instagram zag ik heel veel voorbeelden van henna. Dus ik liet het zien. Maar ja, Instagram, dat zijn dus hele dunne lijnen. Ja, en zoals je ziet is dit... Ja, het is wel mooi. Maar het is niet heel scherp hoe ik het wil. Dus Instagram is waarschijnlijk gewoon fake. Dus ja, als je henna wil zetten, ga dan niet van Instagram af. Kijk gewoon naar, naar de boeken die hun hebben, die hun kunnen zetten. En kies er wat moois uit. Ja, zodra we een scooter hebben gehuurd, dan neem ik jullie weer lekker mee vandaag. Lekker weertje. En ik ben vandaag een revolutionary girl. Hey! Nou, dan komt de dag aan. Scooter. Kijk hem. Aan mijn TP. Oké, nou, daar hebben we dus een scooter. Voor 20 euro voor 24. En we gaan nu eventjes wat lekkers eten. En dat is van vlakbij Jemma Fna in de zijstraat ervan. En daar zit dus een hele lekkere patisserie waar we altijd naartoe gaan. En die is echt super lekker, dat is deze. Prinses, Patisserie du Prinses. Cheesecake and chocolate. Yum, bismillah.